Wat fijn dat je vandaag terug bent bij de dagelijkse overdenking van Joyce Meyer. Want hoe je het ook doet, tijd nemen om in Gods aanwezigheid te komen is altijd het beste. Jouw overdenking voor 3 november. Hoop in blijde afwachting van goede dingen. Het Bijbelvers voor vandaag staat in Spreuken 13 vers 12. Al maar onvervulde hoop maakt ziek, maar een vervuld verlangen is een levensboom. Ik definieer hoop als in blijde afwachting van goede dingen. Wanneer we Gods goedheid in ons leven verwachten, opent het een deur naar groter geluk. Dus hoop jij dat er iets goeds voor je staat te gebeuren? Zolang wij leven, zullen jij en ik altijd ergens naartoe onderweg zijn. God schiep ons als doelgerichte visionairs. Zonder visie raken we verveeld en zijn we zonder hoop. En onvervulde hoop maakt het hart ziek, volgens Spreuken 13. Maar een vervuld verlangen is een boom des levens. God wil dat we in zijn hoop leven, zodat we van ons leven kunnen genieten. Je zult niet gelukkig worden als je geen hoop hebt. Hoe meer jij je hoop op God stelt, hoe gelukkiger je wordt. Hoop gelooft dat alles goed komt. Hoop is positief. Om van het leven te genieten, moet je een goede, hoopvolle houding aannemen. God is positief en Hij wil dat er positieve dingen voor elk van ons gebeuren. Dus vervul jezelf vandaag met zijn hoop en leef in blijde afwachting van goede dingen. Voel je vrij met mij mee te bidden. Heere God, ik kies ervoor om met blijdschap uw goedheid in mijn leven te verwachten. Ik weet dat als mijn hoop toeneemt, mijn vreugde ook zal toenemen. Heer, ik stel mijn hoop alleen op u. Amen. Fijn, hè? Even stil zijn en luisteren naar een overdenking. Houd je vast aan Gods woord. Tot morgen. Mocht je anderen ook willen attenderen op deze podcast, abonneer je dan op ons kanaal en stuur deze overdenking door aan iemand die vandaag een bemoediging kan gebruiken. Alvast bedankt.